place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Hola, Ineke. Hola. Hola. La racota de fresa. Gracias. Vale. Gracias. Sí, sí, gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ja. Niet zo dichtbij, zeg. Ben je heerlijk gegeten? Ik kan niet anders zeggen. Ik ga even proeven. Je gaat even proeven. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Oké, okay, ik ga eerst mijn glaasje witte wijn nog opdrinken. En dan begin ik aan mijn, panna cotta. En we hebben heerlijk gegeten. Echt fantastisch gegeten. Morgen weer een dag. Morgen weer. Kan mij het schelen. Gewoon hier weer. Vriendelijke bediening. Maar ik heb hier geweldig gegeten. Ja, het is prima. Gedronken. We hebben een nieuw espressootje. Ja, en we hebben een anisje gedronken. En een anisje erbij. Een soort limoncello. Maar dan van anijs. Het is stil in Salinas op vrijdagmiddag. Ja. En dat is te zien als ik even flip. De camera flip. Kijk, het is een hele stille straat. We hebben geweldig gegeten. Ik heb echt lekker gegeten. Ja. Die kaas was echt gefrituurde kaas. Het was echt geweldig. De champignons waren lekker in de knoflook. We zullen wel stinken in uren en wind. Zout. Maar we zoenen alleen elkaar, toch? We zoenen alleen elkaar. En we gaan weer even terug naar de camperplaats. En daar gaan we even uitbuiken. Zeker. Kopje koffie. Ja, lekker. Anisje erbij. Misschien wel. We hebben er net één op. Ik weet niet of we nu goed gaan, hoor, schat. Ik denk het wel. Ja, hè? Er leiden meer wegen naar Rome. Dus ik ga het hierbij even bij laten. Ja. Bale. 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 Bale, bale. Bale, bale. Ineke. Zeg het eens. Ja, we zijn lekker aan het lunchen. Maar ik denk dat we morgen vanavond eten worden. Maar we hadden ons een beetje vergist. Ja, het is al 3:30. Leg jij het eens even uit. Hoe laat waren we hier? 2:00. Maar 2:15 al. 2:50. Ja. Leg even uit. En het concept van het menu is 4 voorgerechten met z'n tweeën en dan het hoofdgerecht. Ja. Het is 3:30 en we hebben net 4 voorgerechten achter de rug. Ja, en wat hebben we afgesproken om 4:15 uiterlijk? Ik weet niet meer hoe ze heet, maar naar een museum te gaan. Ja, naar een museum te gaan, daar een interview te doen. En gaan we dat halen? Nee. Nee, want ik wil ook een nagerecht. Ja. En een kopje koffie. Dus ik ga zo Elspeth even... Elspeth even whatsappen. Dat we dat het toch wel 3:30, 4:15 later wordt. We krijgen alleen nu het hoofdgerecht. Of alleen nog maar. We krijgen nu het hoofdgerecht. Ja. We hebben een ontiegelijke, lekkere rode wijn. Ik kan Ineke niet bijhouden met het inschenken. Maar hij is echt verschrikkelijk lekker. Welke wijn dat is, dan onthullen we in de vlog. Ja. En nu even niet. Maar we kunnen het doen. Een eentje mysterie. Ja. Want we willen het een beetje van ons imago af. En dat ons imago werd ons... kneuterigheid. Ja. Hollandse kneuterigheid. Maar dat zijn we echt niet, hè. Dus... Hasta la vista.
Zo, we lopen terug naar de camper. Het is inmiddels 5:05. Het begint al aardig fris te worden. Over een minuut of 10-15 is de zon onder. Voor die tijd hopen we bij de camper terug te zijn. We hebben net de rondleiding in het museum gehad, Ineke. En hoe was dat? Ja, het was veel Spaans. Veel Spaans. Gelukkig was Elspeth er om te vertalen. Ja, maar het was wel interessant. Het was heel interessant. Zo'n klein dorpje, het was zoveel historie. Ja. Het museum, gracias, was een beetje, hoe noem je dat, gemengd. Ik vond 3/4 leuk, 1/4 vond ik wat minder. Ja. Dat was de schoolspullen. Ja. Maar goed, op zich was er wel wat leuks in het museum. Jawel. Voor de omgeving. Of dat nou voor iedereen wat is, weet ik niet. Wat denk jij, Ineke? Ik denk het niet. Maar ja, dan maken we gelijk nu ook weer anti-reclame. Ja, dus dit gaan we niet zeggen. Nee, dat gaan we niet zeggen. Als hij het wat weet beperken tot de feitelijke historie, ja, dan kan het een leuk restaurant zijn, toch? Ja. Zeg eens dag tegen de kleinste kijksbuikkinderen. Hallo! Dus... Kijkbuiskinderen. Kijkbuiskinderen. Nou ja, de mensen die kijken naar de vlog. Ja. Ik laat windjes hier tot ginter. Nee. Dat komt er niet in. ja, we gaan even teruglopen en ik moet nodig naar de wc. Too much information. Nou, ik moet gewoon plassen hoor, dus er is niks bijzonders aan. Dat moet ieder mens, zo nu en dan. Morgen gaan we verder. Ja. Naar Los Lobos. Een leuke camper site. Zien we wel. Ja. Maar ik denk dat het heel leuk wordt. Zes plekken max. Ja. Dus kleinschalig. Maar wel alles erop en eraan. Dus we gaan het zien. Heel zonnig. Ik kijk ook helemaal recht tegen de zon in. 16 graden. 16 graden. Dus het is niet echt heel warm, maar het is wel heel zonnig. Waait een klein beetje. Ja, goed voor de was. Goed voor de was. Die hangt nu daar. Even flippen. En daar zit Ineke. Ja. Hoe gaat het met je, Ineke? Muy bien. En hoe gaat het met mij? Iets minder. Want? Je hebt een smakkert gemaakt. Gisteren ben ik gevallen, ja. Dat is over echt de snoer van de Starling. Over de snoer van de Starling, nota bene. Waar die al 6 keer overheen was gestapt. Ja. Maar ja, dan gebeurt je dan toch hier dat je blijft haken. En daar ging ik. Ja. En dat deed behoorlijk zeer, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb een paar gekneusde ribben aan overgehouden, denk ik. Ik ben hard neergekomen op de linkerzij. Ja. Linkerzij. Dus vanaf de bovenkant van de borst tot aan de onderkant van de ribbenkast doet zeer. En vooral bij het hoesten en niezen. Ja. Nu heb ik nog maar 1 keer hoeven niezen. En dan ga ik het. En dan hou ik dus alles vast. En dan ga ik hoesten. Maar goed, bukken lukt ook niet echt. Maar het gaat wel over voordat ik een oud vrouwtje ben. Lijkt me wel. De was in ieder geval wel nog niet droog. Nee, bijna. Gaat wel hard, hè? Ja, met het windje erbij wel. Met het windje erbij. Als we er allebei nog een paar laten, dan... Morgen gaan we even weer naar het dorpje toe. Ja. Want dan gaan we de ochtend, smiddags houden ze siesta. Nee, maar we gaan morgen niet naar het dorpje. We gaan naar Pulpa. Pulpi. 7,8 kilometer. Zoiets. Klein half uurtje. Ja. Rustig aan.
Want het wordt morgen weer zo'n dag zoals vandaag. En dus, morgen hoef je niet te koken? En morgen hoef ik niet te koken. Ik zal even flippen weer. Morgen hoef ik inderdaad niet... Nee, morgen hoef ik niet te koken, want dan hebben we Belgisch stoofvlees. Stoofpotje met friet. Ja, frietjes. En dat maakt Mimi, de eigenaresse van de camperplaats, klaar. Dat is trouwens wel een veelzijdige dame. Ja. Want ik moet even kijken of ik hem aan heb. Ja, ik heb hem aan. Ze kookt, ze knipt, ze runt de camperplaats samen met Kevin. Ze hebben een aardig huis dat ze schoon moeten houden. 300 die ze moeten verzorgen. Nou, dat is, ik doe het in Senina. Maar ik zou wel reserveren. Ja. Want het staat elke dag vol. Het is ja, overal hier in Spanje trouwens. Vooral bij de richting kust. Maar zelfs hier een stukje landinwaarts. In de buurt van Lorca, Puerto Lumbreras. Ook helemaal vol. Dus reserveren. Casa Los Lobos, Lorca. Ja, het plaatsje heet ergens iets anders, maar vlakbij Lorca. Wij gaan nog even genieten van ons rozeetje. Dag Ineke. Hey, hallo allemaal. Al samen. We zitten in de camper. Ja. En wat staat er voor ons neusje? Patatekes. Met? Een Belgische stoof. En een slaatje. En een salade erbij. En jouw biertje wordt nog gebracht. Mijn biertje wordt nog gebracht. Een simi. Shimmy. 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 Dus we gaan lekker eten. We gaan lekker eten. En oh, dat wilde ik nog even vertellen. Ja. We hebben inmiddels 900 abonnees. Ja. Welkom nieuwe abonnees. Zeker. Ja. Abonnees die we al hadden natuurlijk. Ja. Ja, maar allemaal welkom. Maar 1000 abonnees, dat klinkt zo, zo fijn. Ja. Ja, toch? Nog even 100 erbij. Ja. Maar tegen de tijd dat deze vlog live gaat... Hebben we ze misschien? Nou ja, het zou mooi zijn. Ja. En we maar zijn die duimpjes, hè? Ja, daar zijn we ook heel gek op. Ja. Biertje, kom nog. Dit eten is klaargemaakt door Mimi van camperplaats... Los Lobos. Casa Los Lobos. Het is een geweldige plek. Geweldige plek. Je kan hier eten, drinken... Je bestellen, was, alles doen, was doen. Kapper, ze is ook kapster. Ze is ook kapster, dus dat maar kan ook. Maar nu wordt mijn eten een beetje koud. Ja, om. Dus we gaan eten. Eet smakelijk, schat. Doei, doei. Terwijl Ineke een kopje koffie zet, maak ik nog even een shotje van de camperplaats. Kijk, daar hebben we Ineke. Hoe is het? Goed. Ja? Mooi. Ik heb koffie gezet. Goed, kom ik eraan. Nou, kijk eens wie we hier hebben. Wat zei je net over jezelf trouwens? Weet ik niet. Ik geloof niet dat je er zelf, ik geloof dat je iets met knapper wordt op wordt. Ja, door die helm. Oh, door die helm, ja. Ja. Maar ja. Is vrouwen eigen. We hebben lekker een sapje gekocht. Een lekker hapje genomen. En we zitten op een bankje. In een park. In? Pulpie. Pulpie. Een beetje... Uitgestorven, een beetje stil. Maar ja, het is nog steeds winter natuurlijk. Dus ook hier de mensen zijn lekker thuis in casa. Want het is allemaal koud natuurlijk. Hè? Ja. Wat gaan we doen? We gaan nog even tubos kopen. En dan gaan we terug naar de camperplaats. Casa Los Lobos. Ja. Kilometer of 10 fietsen. 8,8 zag ik net geloof ik. Ja. Spaanse kilometers. Ja, en Google Maps stuurt je vaak over een rare vraag. Ja, nou, ik heb nu de weg over de weg. Niet door de berg heen. Dat was inderdaad wel een beetje tricky. Maar we gaan zo verder. En als we nog tubos moeten kopen, dan moeten we wel een beetje snel zijn. Want als die ene winkel niet open is, is die andere gaat om 1:15 dicht. 2:05. Ja. Mooi. Zaterdagmiddag. 5 februari of zoiets. Nee. 3 februari. Zaterdag 3 februari. Oké. Okay. Het centrum van... Van Pulpie hoorden jullie in de echo natuurlijk. Ineke weer... Maar zo gaan we niet naar de camperplaats.
Oké. Dan kom ik naar jou toe. Ja. Plaza de Libertad. Libertad, Libertad. Ach, het is wel leuk, maar het is een beetje stil, een beetje doods. Het zijn mensen niet zo op de straat dus. En veel jongelui, dat wel. Zo, we zijn weer uit Pulpje vertrokken. Oh kijk, een opknappertje. Of een afknappertje. Of een afknappertje. We zijn op de Camino de Pulpi. Amandelbomen in bloei. Ze dragen nog geen vrucht. Ze zijn in bloei. Ik zie roze en ik zie ook witte. Ja, graag. Misschien niet ontrief. Kijk, witte. Oh, licht roze misschien. En daar komen we vandaan. Een stukje onverhard. En we gaan daarheen. Een stukje verhard fietsen weer. Maar we moeten wel even omhoog. Ja, dat zie je nooit zo op de camera, maar het is een aardig stukje omhoog. En weer een blauwe lucht, het zonnetje schijnt. Het is heerlijk. Ik heb nog een vest aan, maar die ga ik zo in de tas bij Ineke doen. Het is me net even iets te warm. Maar ja, één zwaluw maakt nog geen zomer, hè, Ineke. Ik ben blij dat je de dop erop gedaan hebt, anders was het nu leeg geweest.